Dag, ik ben Frederik. Ja. Nee. Kom maar mee. Oh, aha, zo is het te makkelijk, hè? Nee, een beetje bodyguard mee. Kijk, Riese. Een beetje. Ben, Frederik, het was de vorige keer ook al, hè? Vorige keer was het ook al, hè? Ja. Laat me toch gewoon mijn mannen halen, hè? Hé, uw mannen halen. Ja, dat iedereen haalt kan geven, hè? Oké. Kom, Frederik. Dag, ik ben Frederik, ik woon in Zulte en ik maak deel uit van het Gruuthuishuishouden. Ik ben feitelijk de aanvoerder van het Gruuthuishuishouden en kapitein van het leger en voorzitter van de groep. Dus wij beelden het Gruuthuishuishouden uit de Brugge van Lodewijk van Gruuthuizen, heer van Gruuthuizen en Tielt van Hoven. Het Gruuthuishuishouden is feitelijk, ja, de man heeft zijn rijkdom feitelijk gekregen van zijn ouders, die het huis van het Gruuth, dat was dus feitelijk de voorloper van het Gop. Dus, waar dan ze bier van maakten. Dus in principe, Gruuthuizen stamde feitelijk ook af van een brouwer, die zo zich rijk gemaakt heeft in de stad Brugge en daar rond en zoveel titels heeft gekregen. Gruuthuizen zelf, Lodewijk zelf, die heeft gewerkt als wijnproever en wijnkenner voor Philips de Goede. Dus die was er zeer goed mee bevriend. Heeft ook Edward van York geholpen. Toen die vluchtte uit Engeland tijdens de 100-jarige oorlog, heeft hij in Vlaanderen in Brugge in zijn paleis geherbergd. Heeft daardoor de titel Earl of Winchester ontvangen. Dus Lodewijk van Gruuthuizen was wel een van de imposantste namen in de geschiedenis, toch zeker in de 15e eeuw. We zijn hier vandaag bij het kasteel van Corvois, dichtbij Namen feitelijk in Gembloux. En onze taak was hier dus vandaag het verdedigen van het kasteel. Dat de mensen, dus het leger van Luik, probeerden in te nemen natuurlijk. Toen ik 12 jaar was, vroeg mijn nicht en haar toenmalige man om eventjes mee te gaan naar zo'n evenement, gewoon hier als vrijwilliger. En dat interesseerde me wel, dat vechten interesseerde me, de geschiedenis interesseerde me. En zo in gegroeid. En dan heb ik mijn 23e Hans de Boel overgenomen, nieuwe club opgestart. En zo verder en verder en verder gegaan. Ja. Het is al meer dan een hobby. Het is al meer dan een hobby, ja. Ja, als we thuis komen van ons werk, kruipt er toch wel nog een paar uurtjes in. Organisatie via de computer, dingen opzoeken, boeken lezen, dingen thuis maken. Het garnaspunt onderhouden worden, kledij voor de kinderen, kledij voor onszelf. Mijn vrouw, mijn huidige vrouw, volgt mij overal erin. Mijn kinderen, ja, die kunnen niet anders dan volgen, maar die doen het wel graag. Soms is het voor hen wel lastig, slapen in de tent en zo. Het moderne speelgoed die hebben hier. Dus zij moeten ook proberen zo goed mogelijk middeleeuws correct te zijn, behalve bepaalde dingen dat we niet kunnen laten natuurlijk. Maar zij volgen, ja. Dijon.